Ik weet dat ik even wacht ben geweest. Ik weet niet waarom ik altijd even stop met uploaden als alles wel te goed gaat. Maar hey guys, I'm back! Coachella was very nice in Amerika. Maar ik ben terug, kleine jetlag. But I'm back! Hello! We hebben 395.000 abonnees gehaald. Nu is het beter dan thuiskomen en zien dat je 395.000 abonnees hebt. Hey! Bijna 400k. Om dat te vieren heb ik een ananas gekocht. Deze ananas is een beetje misvormd. Is misschien niet de mooiste ananas, die zat er daar. Maar ik weet dat als deze ananas een beetje rijper is, dat hij van binnen heel juicy en fruity gaat zijn. Dus wat kan je hieruit leren? Het gaat niet om het uiterlijk. If it's good on the inside, is a nice piece of fruit. Ik wil daar ook even bij zeggen dat ik hier geen referenties mee maak naar het achterlevel. If you're ugly in real life, you suck. Alleen om dat te vieren heb ik nieuwe channel designs. Wauw, wauw, wauw. Wauw. Wat ga ik hiermee doen? Dan ga ik jullie lekker niet zeggen. Maar ik zeg wel tegen jullie: hey, zorg dat je een beetje geld spaart. Of niet. Je ouders hebben sowieso een beetje geld voor je aan de kant gezet. Dus je kan dat daarvoor gebruiken. Oeh. Ik ben heel zomers gekleed. Dat is omdat het buiten nu 26 graden is. En ik woon 500 meter van het strand. Maar ik vind het leuker om binnen te zitten en mijn camera en een video op te nemen. Dat heeft nog nooit iemand gezegd tegen mij. Nou, niet. Het is een grap. Ik wil heel graag naar buiten gaan. Maar fuck that. The grind must go. En ik ben op televisie gekomen vorige week. Ik weet niet of iedereen dat gezien heeft, maar ik was dus bij de Ideale Wereld. Ik heb al mijn eerste appearance gemaakt op televisie, man. Was great. Ik weet eigenlijk in bijna elk interview dat ik heb gedaan en in superveel YouTube-video's dat ik heb gezegd van ik fok televisie. Ik wil nooit iets te maken hebben met tv, like fok hun. Maar ergens achterin in mijn hoofd hield ik altijd van als de Ideale Wereld is, vraag dan mij of ik iets wil doen. Maar dan ga ik sowieso ja zeggen, want de Ideale Wereld wel vindt. Het is niet zo bleh, het is anders. Waarom de Ideale Wereld nu beter is dan al die andere kutzooi in België? Ik was gevraagd om mee te doen aan Van Geelse Gasten. Hij is een of andere talkshow in België. Het is de zwaarste RTL Boulevard rip-off dat je ooit hebt gezien. Maar ik had al gezegd dat ik dat niet wou doen, omdat ik wist dat zij vragen gingen stellen die ik toch niet wou beantwoorden. Dan hebben ze Enzo Knolma gevraagd. Deze. Ben je zenuwachtig? Ja. Ja, dus dit wil ik niet doen. Dus dan hebben we maar gezegd tegen Van Geelse Gasten van, hey, nee, fuck dat. Dan heeft Gert Late Night mij gevraagd. Ergens beklaag ik me wel dat ik Gert Late Night niet heb gedaan, want fuck aan Samson en Gert. Bij Gert Late Night hadden ze ook gevraagd aan mij van, yo, voordat je komt zou de eerste eens een gesprek met jou willen voeren om te kijken of dat je wel interessant bent en of dat je dingen weet en zo. En dan dacht ik van, hey, ik wil niet op vleeskeuring komen. Like, als je twijfelt aan mij, als je niet in het begin denkt van, oké, we willen een event against in onze talkshow. Als je nog op een fucking keuring moet komen voordat jullie echt iets willen doen met mij, ja, fuck dat. Als je twijfelt, wil ik niet mee doen. De Ideale Wereld belde gewoon aan mij. En ze zeiden van, yo, we vinden je kanaal heel chill, we willen al lang eens afspreken met je, maar we waren gewoon in Oostende, dus ze zeiden van, kan je afkomen? Ik zei van, yes, fucking! Dat heb ik gedaan. En it was nice. Het enige waarvoor ik stress had, ik dacht van, ja, ze hebben wel de meeste dingen gezegd wat ze gaan doen en zo. Maar wat als ze gewoon ineens een vraag stellen aan mij? En ik denk van, ah! Ik weet niet veel mensen het hebben gezien, maar ik heb de aflevering hier staan. Om daarover met ons te oordelen, hey! Hebben we een extra gast bij. Hey! Even grote Klaus, hij is er uit de buurt, stans. Kokenlessen YouTube. Hey! Natal van de Gun, alias Ezix. Thanks, thank you. Check dit schouderklopje. Oh, shit! Hey! Zie jullie, zijn gezegd? Van die jongen? Die moest mij met zijn ouders naar opnames van de Ideale Wereld. Ik dacht, fuck, ik heb er huis en dan gaan ze zijn. Creator quarantine! Dat is het enige waar ik aan denk nu. Ik heb zelf nog niet eens gekeken naar deze aflevering. Gewoon omdat ik niet naar mijn eigen hoofd op televisie wil kijken. Daarom heb ik het gespaard voor deze video. Natal van der Hunst! Hey! Thank you. Net voor ik in deze glijbaan moest springen. Je komt dan door die glijbaan, maar like, de plek waar hij hier staat, je kan de set niet echt zien. Dus ik wist helemaal niet hoe het uiteinde van die glijbaan er ging uitzien. Op het moment waar ik erin moest, er tikt zo'n vrouw gewoon op je schouder en ze zegt, gaan. Dan je daar gewoon van, shit, alle bloed stijgt naar mijn hoofd. Ik val bijna flauw voor ik in die glijbaan stap. Kijk, en dan kom je hier uit. Dus het is de eerste keer dat je die set ziet, dan zitten daar allemaal mensen. Gewoon echt, vanaf dat je eruit komt, zit hier vol met mensen. So I was like, ohoho. Hello. Nee. Check het schouderklopje nog een keer. Ze hadden mij voor de opnames nog gezegd van je moet aan iedereen een hand geven die op die bank zit. This guy kijkt niet eens naar mij. Wat is dit voor shit? Hij wil hier wel een hand geven, denk ik. Maar ik denk van ja, fuck dat. Stoel op je kamer. Het is hetzelfde als dit. Ja, hè? Zonder het publiek. Het is hier ietsje ruimer en dan maak je... That's me on TV! Tijd voor het dishje, man. Op voorhand hadden wij redelijk veel dingen afgesproken. Ik wist ook wat ze allemaal ongeveer gingen vragen waarover het ging gaan. Het ging over politiek. Politiek is niet mijn sterkste punt. Ik denk dat mensen van mijn leeftijd, die zo 18, 19 jaar zijn, politiek... is lastig, man. Wist dus dat het over de politiek binnen België ging gaan en dat ik gewoon ging moeten reageren op video's van de partijen die zij hadden gepost op YouTube en die een beetje moest reviewen en zo. Eigenlijk precies wat ik ook doe op dit kanaal, maar dan op Live TV. Ik had gezegd van, joh, vraag gewoon niet aan mij welke partij dat ik de beste vind of op welke partij dat ik ga stemmen, want ik...
Fuck dat. Fuck politiek. I don't know. Want dan tegelijk dacht ik van alle volwassen mensen die naar tv gaan kijken, die gaan gewoon denken van, hey, wel domme guy. Onze voorouders hebben gaan strijden voor ons stemrecht en deze guy zegt even op tv dat hij niet wil stemmen. Ja, check. Fuck politiek, man. Maar daar ging het dus wel over. Ook had ik op voorhand gezegd tegen van, ja, ik vraag gewoon niks naar mijn inkomen en zo en doe die dingen allemaal niet. Zij zagen allemaal van, hey, dat is fijn. Dat willen wij ook niet weten. Fuck dat. Wat denk je nu zelf? Wat denken jullie zelf dat er is gebeurd? Als je het niet hebt gezien, misschien moet je eens raden wat ze hebben gevraagd. Shout-out naar Jan Jaap, sowieso de goat. Maar zie je die guy kijken? Zie je hem al kijken? Ik zie het in zijn ogen. Ik kijk niet eens naar rechts en ik zag in zijn ogen van, ah, hij wil het vragen, hij wil het vragen. Dus ik dacht van, fuck! En toen kwam het, toen kwam de vraag. Dit. Voor mijn video. Ik kan niet goed volgen, maar hoeveel verdien jij dan? Waarom moet je het vragen? Wat maakt het uit? Daarom shout-out Jan. Ja, man, hij bounced die question ook al weg. Fuck met hem. Nu dat ik dit terugzie, ik zag wel gewoon een mooie direct erna van dat doe er niet toe. Moest ik het opnieuw kunnen doen? Wee, ik zat daar gewoon. Ik had gezegd, ja, hoeveel verdien jij per maand, man? Op dat moment zelf, ik was nog altijd zo stress, bloed in mijn hoofd en zo. Nadat dit uitgezonden was, shout-out naar de ideale wereld, man. Nadat dit uitgezonden was, heb ik heel veel reacties gekregen van mensen die zeiden, hey, nee, you're great, nice, thank you. Maar ook redelijk veel reacties van mensen die zeiden, yo, je komt dan op tv en dan is het enige waarin ze echt geïnteresseerd zijn in hoeveel dat je verdient en in de cijfers en in je mening over politiek. Kijk, ergens, ik wist waarin ik begonnen was. Ik wist daar ergens wel een rare vraag ging tussen zitten of daar wel een rare shit aan ging zitten. Maar, hey, I played it well, you know. Ze vroegen dingen over politiek. I don't understand shit about politics. Toch heb ik op die vragen geantwoord. En niet alleen ik ben op televisie gekomen, maar de fucking Pikvis is ook op tv gekomen. Hey, shout out Pikvis, man. Ik weet niet of we even terug kunnen. Dat is mijn YouTube-channel en daaronder staat mijn dier. Ik heb een paar jaar geleden een pikvis uitgevonden. Pikvis! Dat is een vis met piemel. Maar, er gaan nu heel veel vragen in mijn hoofd. Ja. Met name over die pikvis, maar daar hebben de pikvis is al denk hoe was op television? Maar het raarste van alles is nog, mijn pikvis is niet zomaar op tv gekomen. Ik hoor jullie ook allemaal vragen van, hé, hebben ze dan een foto van jouw pikvis getoond? Ja. Eigenlijk wel, maar het idee erachter is nog 1000 keer gekker. Ik was dus op televisie omdat ik moest reageren op filmpjes van politieke partijen in België. En een van de politieke partijen hier noemt CD&V. De Christendemocraten. Dus zoals je ziet, ik weet niks van politiek. In een promofilmpje zat die pikvis gewoon. Is dat dit zelf niet door, maar hij zat erin. Daar komt hij. En de deel van die graffiti was dus gewoon mijn pikvis. Hey, shout-out CD&V. Welke partij ga ik stemmen? Misschien begin ik wel mijn eigen politieke partij, man. Who knows? Misschien jump ik in die politics. Het is toch een blijken dat je in België niet veel moet weten van politiek. Of hoe dat je land moet runnen om politieker te worden. Dus misschien word ik wel kandidaat 2000. Weet ik veel wanneer er stemmingen zijn. Stem op mij, mijn creator Conan. Huh? Waarvoor sta ik? Wat zijn mijn standpunten als ik een politieke partij begin? Vriendenippel, man. Iedereen van gelijk welk geslacht die mijn tepels bloot wil lopen. Hey, doe je ding. I don't give a fuck. Enjoy your body. Illegaliseer weed ook gewoon direct in België. Nummer 3. Ik wil alle cartoons die ze tussen 2008 en 2012 uitzonden op Cartoon Network, dat die terug gebroadcast worden. Hey, ik weet, jullie willen nu al allemaal stemmen op mij. Thanks for listening to my speech. Hey, maar ik was op tv. Kijk naar mijn hoofd. Ik weet dat ik mijn haar moet knippen, maar ik was op tv. I was on television. Hey, that's me. That's me. You see me? You see me? Hebben jullie mij al gezien? Ik zit bij Siska Schutters. Kennen jullie Siska Schutters? Hey, ik heb geen foto. Ze hebben foto met mij gevraagd. Siska Schutters. Ik had een beetje stress dat mensen niet gingen lachen als ik zo een mopje maakte op tv. Crowd heeft gelachen, man. Ik maakte hier en daar zo een little joke. En they were like, haha. Ik heb ook veel reacties gekregen van mensen die zeiden dat ik gewoon naar de kapper moest gaan. Maar er is die 400k, ja? Oké, okay, hey, thanks. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we echt op een zieke grind zijn de laatste weken. Like, we stonden cover van de Standaard Magazine. We hadden 8 pagina's over mij. We zijn op Primetime TV gekomen in een programma waar ik al super lang in wou. We hebben super veel andere programma's gescot om dat fokt even. Ik zit niet in Misfit film. We hebben bijna 400.000 van deze. Hey, alles gaat goed, man. Ik ben zo ready voor deze zomer. Jullie zijn niet klaar. Ik ga gekke dingen doen. Ik zag dat altijd. Ik heb nog geen idee, maar die komen aan die video's gaat ziek zijn. Vergeet niet te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. Ik hoop dat jullie mijn video hebben gezien in de ideale wereld als je die nog niet hebt gezien. Ik ga een linkje zetten onder deze video waar jullie die kunnen kijken. Ik weet niet of je die kan kijken in Nederland, waarschijnlijk niet. Vergeet niet te liken, subscribe, enjoy het mooie weer. Kijk, het is nu weer te laat om nog naar buiten te gaan. En guys, I'm just going to edit this video. And then I'm going to take a nap. Morgen is er een nieuwe dag. Veel succes op school als je in België woont. De vakantie is gedaan. Thanks for watching. Mijn naam is Natan van der Huidst. Hey, daar is het applaus, man. Bye. Oh, that was pretty good, thank you. Hello? You just killed yourself. You just killed yourself, bro. Yeah, you have pip. Don't cry, it's okay. Hush, little baby, don't you cry.
I'm gon' fuck you up. Wordt het de eerste video waar ik meer dan 10 kills heb? Waarschijnlijk wel. Kijk, en dan doe ik deze build. De classic.